Dit zijn de instellingen die ik voor deze carrière mode heb gedaan. Je kan gewoon zien dat ik Eintracht Frankfurt heb gebruikt als carrière team. De kleine instellingen, moeilijkheidsgraad voor de wedstrijden, etcetera, etcetera. Rewrote the song, thoughts become action. Tell me what's happening, what's your mind wrapped in? Wrapped around, wrapped around, wrapped around. Yo kijkers van Nutrifinity, welkom bij deze nieuwe carrière aflevering. Dit wordt waarschijnlijk een nieuwe serie op ons kanaal. Een carrière met Frankfurt. En we zijn dus uitgenodigd voor de voorseizoen toernooi zoals altijd. Ik denk dat ik gewoon met de meeste geld pak. Of het simpelst. Nee, ik pak gewoon met het meeste geld. Maar ik heb dus Frankfurt gekozen, want ik dacht, ja, het is niet zo'n goed team over het algemeen. Er is een kans dat ze degraderen, niet zo snel. Maar er zitten ook veel oude spelers in en ik wil er vernieuwing in gaan brengen. En we gaan gewoon kijken hoe dat uit gaat pakken. Als eerst gaan we kijken of we een paar spelers kunnen verkopen. Zoals hele oude spelers die eigenlijk gewoon veel waard zijn. Zoals deze man. Dat zijn de spelers die we kunnen verkopen. Maar nu natuurlijk naar de spelers die we kunnen kopen. Zoals ik al zei, wil ik vernieuwing brengen in het team. Jonge spelers erbij, de oude gaan eruit. En daar past natuurlijk maar één speler bij en dat is Tielemans. Hij heeft goede potentie. Ik weet niet of hij veel gaat kosten. Ik hoop het voor mezelf niet. Maar zal hij wel veel kosten dan Pech. Ik zou ook eigenlijk Ødegaard willen, alleen ik weet dat hij net bij Real Madrid is, dus zal Real Madrid hem niet wegdoen. Dus dat is een speler die we misschien seizoen 2 kunnen halen. Maar Ødegaard zal sowieso nou nog niet komen. De tweede speler die ook jong is, fijn is, goede speler. Denk nog wel wat potentie heeft, is Divock Origi. Ik wil die ook natuurlijk kopen, want die is heel goed. Ik speel er zelf ook vaak mee. En we gaan gewoon kijken of we met een bot van een paar miljoen hem kunnen overhalen om naar onze club te komen. Misschien nog een spelertje erbij doen. Laat in de comments achter of welke speler ik moet kopen. Want elke maand is één, zeg maar, aflevering. Dus transferperiode 3 maanden, dus 3 afleveringen. Dus jullie kunnen nog 2 afleveringen om comments achter te laten welke spelers ik moet kopen. Dus brand los. Goede jonge spelers. Voor elke positie eigenlijk het liefst. Maakt niet uit als ze maar goed en jong zijn. Ik ga een paar spelers trainen. Dit zijn jonge spelers die veel potentie hebben. Ik ga, zeg maar, naarmate verder het seizoen, hoe meer ik ga concentreren op één speler, dat hij zo snel mogelijk geboost wordt. Dus we gaan nu even nog allemaal een paar spelers een beetje. Oh, die wilde ik helaas niet spelen, maar ik heb een E gehaald, dus een A, het hoogste wat je kan krijgen. Maar nu de rest ga ik simuleren, want dat was eigenlijk gewoon stiekem een misklik. Dus de rest gaan we simuleren. Kijken of ze nog een beetje kunnen groeien. En ze groeien natuurlijk. En nu gaan we een paar dagen verder. Een bot is niet acceptabel. Ik kan maar 7 miljoen geven. Dus ja. En hopelijk kan Tielemans ook dan komen. Ook afgewezen om die reden dus. Wie gooien we hierop? Nee, we gaan deze man nog niet. Nee. We gaan de wedstrijden vooral simuleren, omdat ik zelf geen zin heb om ze te spelen, vooral nooit in de transferperiode. Want dan kijk ik echt tegenop om ze, zeg maar, dan te spelen. Dus we gaan nu gewoon simuleren en als ik zie dat het een beetje fout gaat, dan zal ik wel ingrijpen. Maar ik denk niet, zolang dit zo doorgaat, dan zal het niet fout gaan. We hebben een 3-2 win met een rode kaart ook nog voor ons. Dus daar zal een fout zijn, maar we hebben een kantoor 3 ding update weer.
Transport onacceptabel. Gaan anders deze doen. Dit. En niet Zambrano, maar... deze man, Aigner. En kijken of ze doorzetten. En we hebben een geschorst speler waar ik al zei wat ik al zei. Maar ik zal het zelf simuleren in weer een paar dagen. Oh, na één dag. Anderlecht is aanvaard. En die Stefan Aigner is ook dus weg. Dus ik moet even kijken wie ik anders bij Divock Origi erbij kan doen. Ex-spelers aan het eerste team. Misschien nog wel de beste speler, maar dat zien we straks wel. Maar deze wedstrijd gaan we weer simuleren. En ik sla hem nu over en het is een 2-2 gelijkspel. Dat is niet goed. Transferbod is geaccepteerd door Yuri Tielemans. Natuurlijk gaat hij binnenhalen, hij heeft goede potentie. En ja, we gaan wel kijken hoe we het dan met Origi gaan doen. Want ik weet niet of we die wel kunnen betalen. Maar we zien wel. Spelers zijn in ieder geval aangekomen. We zullen hem ergens kunnen plaatsen. Ik denk dat we nog binnenkort een 4-3-3 opstelling hiervan gaan maken. Ik ga de Genk spelen. Ik hoop dat we ze kunnen winnen. Want ja, dan zijn we volgens mij door. En we slaan nu over. We winnen met 2-0. En weer een rode kaart. FIFA houdt wel van rode kaart simuleren. We hebben transferaanbiedingen van 2 spelers. Dat is zeker goed. Want misschien kunnen we dan wel Origi betalen. Maar Stefan Reinhardt heeft dus een... Ik ga een probleem natuurlijk zelf oplossen. Maar die heeft een rode kaart op gekregen. We gaan natuurlijk even nou snel naar de transferaanbiedingen kijken. Een 2,8 botje. Oh, miljoen bot. Ik ga er 3 miljoen van maken. 3,3 miljoen. Dat is een tegenbod. En HCB. Daar gaan we een tegenbod op doen van 2,9 miljoen. Ik heb geen zin om die 3 miljoen aan te tikken. Als dat goed verloopt, dan kunnen we nog zelfs, denk ik, Origi kopen. En we zitten in de volgende ronde natuurlijk. In de halve finale. Tegen SD Eibar. En kijken of we die kunnen winnen, want we gaan ze simuleren natuurlijk. We hebben 2-1 verloren helaas. We krijgen dus geen extra geld erbij. Maar het zal wel. We gaan hier natuurlijk nog even naar het kantoor. We hebben wel prijsgeld erbij gekregen van 1,6 miljoen. Je prestaties. Het is jammer dat we niet van ja, oké, helaas. We hebben een speler geblesseerd. Maar die is maar voor 3 dagen. Kan niet spelen, dus dat maakt niet meer uit. De schorsing zit erop. En ja, probleem zelf oplossen natuurlijk. Want volgens mij gaat de bot niet door, zeg maar. Als je speler in je bot is weg is. Dus we bieden op hem 7 miljoen. En een speler. Zoals. Nou, hij is te jong. Nee. Ik denk dat ik nog zelfs Meijer erop ga bieden. Ik ga mij erop bieden. Ik denk niet dat hij doorgaat, want vaak zijn clubs als Liverpool niet geïnteresseerd in 32-jarige speler. Maar je weet maar nooit. We hebben een transferaanbieding voor Alexander Meijer. Natuurlijk gaan we die wel accepteren met een klein tegenbodje van 8 miljoen. En voor Jack Pakpa. 2,8 miljoen, oké, we accepteren hem wel. Het zal wel. Je mag hem hebben. En voor deze man vragen we 3,3 miljoen. Omdat het kan. Stedderen heeft toch wel het geld om zijn betooi wonen. En we hebben weer transferaanbieding. Voor HC, we accepteren hem. En er is een speler verkocht. Jakpa is naar Borussia Mönchengladbach. En Liverpool accepteert het. Na Tielemans, onze eerste aankoop, krijgen we ook waarschijnlijk Origi. Die heel belangrijk zal zijn in het team. Hopelijk kunnen we hem laten spelen in een leuke opstelling. Waar hij leuk kan voetballen. Goed kan spelen. En dan gaan we onze 2 nieuwe aankopen gelijk trainen. Deze training is echt heel erg gefocust op Tielemans, want ik weet dat hij heel veel potentie heeft. Dus ik denk dat hij nu al sowieso 77 zal zijn na deze simulatie. En dat is heel chill. Oh, hij gaat
niet veel omhoog. Dat maakt niet uit. We hebben een transferaanbieding. En ze hebben mee ingestemd. Een update uit Frankrijk waar ik niks in heb. En over de plek van Jakpa. Ja, die krijg jij natuurlijk. Want jij bent de enige die daar kan spelen nog meer. En Origi heeft het transferbod geaccepteerd. Dus onze tweede aankoop is binnen. Dat is heel chill. Heel chill. We gaan hem natuurlijk in een team zetten. En er is nog een speler verkocht. Makito Hasebe. Ik ga het team even duidelijk goed maken. Wat beter. De opstelling een beetje veranderen. Heel veel beter maken. Denk ik. Wat heel veel is. Dit is het team waar ik heb van kunnen maken. Het is een best goed team, denk ik zelf. Met Origi linksbuiten in de spits. Er zijn drie spitsen eigenlijk in de aanval. Dus ik denk toch dat ik de opstelling een klein beetje ga veranderen naar dit. En dan heb ik een heel goed aanval, middenveld. En de verdediging zeer compact. Gaan we spelen waarschijnlijk. En ik heb een vraag of jullie spelers kunnen achterlaten voor maar 4 miljoen die rechts, midden of rechtsbuiten zijn. Nou, maakt niet uit. Maar dat ze een rechte aanval kunnen spelen. Of linksbuiten is ook goed. Die snel zijn. Beetje skillful. Minimaal 4 ster skill move het liefst. En dan ja. Bedankt voor het kijken naar deze carrière aflevering. Vond je hem leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vond je hem niet leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Als je dagelijks op de hoogte wilt blijven van wat wij doen op dit kanaal. Abonneer dan zeker hier beneden op het rode abonneerknopje. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!